Goedemorgen iedereen, het is weer een nieuwe week. En een nieuwe week met mezelf en Renoin. We zijn allebei met een beetje wel. Oh ja. Oh, hè? Kunnen jullie? Nee, dat is er dan uitgevallen. We hebben allebei een beetje zwaar vandaag. Ja, toch niet. Oh, dit is wel echt een klus die Donnie afzien. Beetje echt, ik heb het echt zwaar. Ik heb het echt, ik weet ook niet. Ik heb altijd echt twee koffie op. Maar het gaat morgen doen? Morgenavond? Ja, morgenavond gaan we naar Impero Romano. Ja, we gaan. Vraag je het eigenlijk zo? Weet ik ook niet. Imperio Romano. Romano. Maar die heb je vast wel op Instagram ook bij heel veel bloggers voorbij zien komen. En toen mochten wij natuurlijk niet achterblijven. Dus we zijn heel erg benieuwd. Maar wij gaan wel onze eerlijke mening geven. Daar ben ik wel echt... Maar weet je dat Emma eigenlijk helemaal niet van Italiaans eten houdt, dus... Nee. Maar ze houdt wel van truffel. Lunch, een wrappie met runderrookvlees, baba ganoush, lenteuitjes, komkommer en tomaatjes. We hebben net het jurkje op de foto gezet van Donnie. En hij is van de Lidl. Van de Lidl. Maar alles voor een goed beeld. We hebben vieze benen. Maar even serieus, ik vind hem wel echt heel mooi. Kijk, dat mouwtje is echt super cute. En hier zit zo'n onderjurkje. Ja. En ik vind dit dus heel mooi. En het is een maat 36, toch dit? Ja. En hij rekt lekker mee. Ja. Dus je kunt er heel goed in dansen. We hebben net wat foto's gemaakt voor de Lidl, als ik het goed zeg. En Emma is vorige week bij Garnier geweest. Voor onder andere deze producten. En daar ga ik nu even een Instagram post van maken. Ik ga nog even laten zien wat de foto is geworden. Ik voel het recht. Hoida! Goedemiddag is het alweer. We hebben vandaag nog niet gevlogd. Maar het is vandaag dinsdag. Ja. En ik ben vandaag weer op kantoor, ik kom net terug uit Madrid, dus ik ben meteen weer helemaal into work modus. En momenteel ben ik een hele leuke video aan het editen, namelijk vorige week hebben Roos en ik zijn wij opgemaakt door make-up artist van Urban Decay. En daar komt dus nou een video van aan. En het zijn twee video's en volgens mij staat er eentje al online, ik durf niet zeker te zeggen. Maar vooral eventjes deze video's bekijken, want ze zijn echt super cool, een back to school look worden, dat zijn echt helemaal gaaf. En verder is het vandaag rustig op de redactie. We hebben nog niet echt heel veel... Ja, we hebben natuurlijk wel veel gedaan, we hebben hard gewerkt. Maar verder nog niet echt iets spannends gebeurd. Wel is vandaag een beetje nieuws van de dag. En gisteren natuurlijk Monica Geuze en Anna Nushin. Die helemaal voor Linda Meijden helemaal zoenend en helemaal spannend allemaal dingetjes hebben. Dus daar zijn we een beetje mee bezig. Hè, Roos? Staat hier niet helemaal op. Gaat een beetje mis. Roos is er vandaag ook weer. Oh, ik ben echt heel winters gekleed. Lijkt me. Het is ook niet heel warm. Nee. En Danique zit eigenlijk nog niet op de plek. En onze stagiair. Hallo. Ik heb net mijn nagels gelakt met dit kleurtje. Maakt niet uit. Van Sally Hansen. En als die scherp wil stellen, deze kleur. Ik ben echt mijn nagels aan het groeien. Dit is echt al veel voor mij, jongens. Ik en Danique. Ja, ik en Danique zijn echt een nagelbijters. Maar ik heb nu deze gel topcoat ook eroverheen gedaan. En als het goed is, blijft hij dan heel goed zitten. En het geeft twee keer volume. Dus ik weet niet hoe mijn nagels meer volume kunnen krijgen, maar top. Ja. Wat zijn jullie aan het doen, jongens? We proberen een stop motion te maken van de nieuwe Balmain lipstick. Oh. L'Oreal. Vloggy time. We hebben een pakketje binnen van Kruidvat. Nog meer repen! Kijk hoeveel punten ze zijn. Ja. Oh, dit is wel leuk. Organic nut bars. In de smaak cranberry, amandel en nog een keer amandel. En dan hebben we een van de Wakey Wakey Shop. Wakey Wakey Shake. Ja, en dan twee van die energie. Geen idee wat is dit. Wat is dit dan? Vitamine C. Energy on the go. Energie in het lichaam. Leuk dit. En ook een pakje van UPR. Heel veel plezier met de nieuwe producten van HEMA. Oh, 75 nieuwe kleuren lipstick. 75. Zien we allemaal in.
Dat denk ik niet, maar... 75. Oh nee. Woe, alle 75 kleuren. Geweldig. Ah, maar die zijn wel leuk. Kijk hoe leuk dit verpakt ook is. Heel leuk. Dit is een long lasting. Dit is een lip transformer. Wat is dat dan? En dit zijn allemaal lipstickjes. Een beetje rood kleuren. Een beetje nude bruin. En dit zijn dan een beetje wat fellere kleurtjes. En dit? Oh, ook heel leuk. Hey allemaal, ik sta nu op de Damse met Brechtje. En wij gaan nu naar de Bijenkorf. Van boven op de Bijenkorf. Daar heb ik altijd naartoe gewild. Is een event van Faya Laurens. Zij heeft nu met My Killer Body Motivation een hele kledinglijn gemaakt. En ik ben heel erg benieuwd naar hoe dat eruit gaat zien. Ik begin gewoon mijn eigen sportlijn. Dus ik heel stoer dacht, doe ik ook wel even, hè, superwoman. Samples laten maken. Nou, er kwamen zulke lelijke dingen terug met een hangkruis en af en keer een stof. En denk, jeetje, dit is een vak apart. Hier heb ik helemaal geen kaas van gegeten. Ik denk dat succes ook echt te maken heeft met kunnen toegeven dat je sommige dingen niet zo goed bent. Dus toch. Ja, dankjewel. Ja, bij mij zijn wij Imperio Romano. Imperio. Zo vind ik het leuk. Imperio. Heel leuk. Kun je niet door de kussen stellen? Het is veel goedkoper, maar niet. Oh, wat een lelijk licht. Wow, ja, dat is lekker. Kijk, doe die lange doos. Kijk dan. Oh, verlicht. Hey, doe even wat je dagelijks ziet, toch? Prachtig licht. Goedemorgen. Als in. Oh nee, het is goedemiddag. Goedenavond! Nee, het is vandaag woensdag en ik ben samen met Roos en Romé. En ja, 's ochtends vergeten ze de vlog open te maken, maar ja, open te maken. Ik ga het ook echt lekker dit. Maar goed, we zitten achter ons computertje. Dus we hebben echt super veel nieuwtjes gevonden en Roos heeft ze allemaal getikt. En ja, we gaan zo meteen fotootjes hopelijk maken zonder dat het regent. Want het is echt heel vies weer. Van Sena wilde ik zeggen, maar dat is het ook niet. Want Lidl heeft nu een hele toffe samenwerking met Heidi Klum. En ze hebben echt super toffe kleding. Dus dat is echt kleding waarvan je niet verwacht dat het van Lidl komt. Gewoon bij je all-time, mijn all-time favorite supermarkt. Dus we gaan zo meteen de tweede look shooten. Dat is een jumpsuit met een leren jasje. En een superleuke grote tas. Dus dat gaan we doen. En verder heb ik om 4 uur een meeting bij Sena. Om het volgende half jaar te bespreken wat we allemaal voor leuk samen gaan doen. En ja, dat is het wel zo'n beetje. Een beetje, ja, een rustig dagje verder. En Roos, wat ben jij aan het schrijven nu? Over, hamburger. Ja, ik schrijf ook over één collega. Hamburger, hamburger gemaakt van chocolade. En Romé, die gaat het morgen uitproberen. Dus ik ben echt heel nieuw. Ja. Spannend! Ik heb ook een pakketje gekregen van Weight Watchers. En nu moet ik wel eerlijk bekennen dat ik het afgelopen weekend niet echt goed heb gedaan. Ik heb zaterdag lasagne gegeten, zondag lasagne gegeten, maandag lasagne gegeten. Gisteren heb ik bij, hoe heet ze die nou? Imperio Romano. Imperio Romano heb ik absoluut geen magere spaghetti gegeten. Dus alsof ze het wisten, heb ik van Weight Watchers een heel verwend pakket gekregen. Net, jawel, een boek over pasta. Kijk, maar het is wel heel handig. Want ze hebben dus echt allemaal pasta's met smart points. Dus dat je dan weet hoeveel je allemaal mag. Echt super lekkere gerechten. Oh, dit lijkt me ook lekker. Kijk dan. Want ze hebben dus allemaal lekkere snacks. Snack, zoete popcorn, snack, chocolade toffees, snack. Chocolade biscuits als snack. Chocolade brownie. Cereal biscuit als snack. Fruit hearts als snack. Snack. Chickpea. Snack. Welke chocola heb je net gegeten? Melk 32% stoofpeer. Dat is een nieuwe van Tony's. Eén stukje Tony's is 4 punten. En ik heb nu dus al 4 punten gegeten. Maar was hij wel lekker? Proef hij, je mag eerlijk zijn hoor. Nou, ik vond hem wel heel lekker, maar ik proefde geen stoofpeer. Dit is geen spon. Ja. Nee, maar hij was wel lekker. Ja.
Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken en vandaag is er weer een nieuwe dag, want het is namelijk alweer een donderdag. We zijn hier op de redactie druk bezig met het tikken van artikelen. Ik heb net een artikel geschreven over dromen, dus daar ben ik druk mee bezig geweest. Maar het is af, dus ja, ik hoop dat die binnenkort online komt. En verder, dat is Danique. Vertel even wat jij vandaag allemaal gedaan hebt. We hebben heel veel gewerkt eigenlijk achter onze computer. Het is een beetje een saai dagje. Maar ik ga me nu even omkleden, want ik ga voor Lidl even een nieuwe outfit aantrekken. En dan gaat deze daar. Mrs. Tilbal. Ja, nu het nog kan, hè. Voordat het weer winter is. Ja. Dan is het raar met een tulband. Ja. Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik vind het wel een beetje raar. Laat even onder deze video weten. Is het raar om een tulband te dragen in de winter? Maar we gaan even foto's maken van deze jumpsuit. En die is echt veel te groot. Weet ik niet. Gaan we even kijken. En dan weer een jasje. En een grote taal. Nou, dit is dus een grote faal. Want mijn hoofd zit nu in jumpsuit. Ik ben het compleet uitgescheurd. Dus ik heb hem nu net zoals Emma als een tulband om. Ja, dus het is nog steeds, dit is misschien wel een goede wintertulband. Dan wordt het dit. Kijk, je lijkt wel Emma, had ik ook zo te... Je lijkt wel Aladdin. Het is echt een leuke jumpsuit, maar... Oh, je past er niet in. Ik pas er gewoon niet in. Kijk. Mocht je willen weten hoe je hem kan wassen? Je kan hem zo wassen. Geen kleren forceren, dat is de boodschap. Geen kleren forceren. Welke maat is het dan? Welke maat is het? Ik heb er niet in. Wel leuk, dit detail. Over, want ik vertrek over een kwartiertje. Ik ga namelijk de trein naar Maastricht nemen. En daar word ik opgehaald voor een inspiratiereis naar Spa met heel veel andere bloggers en mensen die artikelen schrijven, net zoals ik. En ik ben gevraagd om stukjes voor jullie te filmen, dus dat ga ik ook zeker doen. Veel plezier met kijken. Ik weet ongeveer wat ik ga doen, maar ik ga het nog even verrassen. Dus jullie zullen het ongetwijfeld zien wat ik allemaal ga meemaken. Het is inmiddels 12:15. Ik ben eindelijk in Spa. Yay! Ik zat in de taxi met Kaylee van Food Love & Happiness. Goed zeg. Eva van, de app van Eva en Tara van Endless Weekend, als ik het goed zeg. En we hebben nu heel veel in de kamer, tijd in de kamer om op te frissen. En dan hebben we om 1 uur een lunch. En ik kan even laten zien hoe mijn kamer eruit ziet. Het is wel gewoon een vrij simpele kamer, maar wel volgens mij met alles erin. We hebben hier een hele grote spiegel, altijd heel fijn. Dit moet de badkamer zijn. Wel, even licht aan. Is het deze? Yes. En als het goed is, grote spiegel. Heb ik een bad? Ja, ik ben alleen mijn bruidsbal vergeten. Heel jammer. Het ziet er wel heel mooi uit. En een heel fijn groot bed waar ik mijn spullen op heb gedoemd. En mijn Delsie-koffertje die ik toen voor Praag gekregen vorig jaar. Zo, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar het uitzicht. Het was echt wel een heel leuk, volgens mij is het een dorp. Maar wel sfeervol, zo anders dan in Nederland. Dit is mijn uitzicht. Ik ben terug op de kamer, het is inmiddels aan het einde van de middag en we hebben heel veel gezien, maar ik heb niet even verteld wat we hebben gedaan. Sowieso zijn we in Spa om eigenlijk te ontdekken waar spawater vandaan komt. En eerlijk gezegd heb ik daar nooit echt over nagedacht, dus het is echt heel leerzaam en vooral ook leuk om te zien. Ik zit al een flesje op de achtergrond. We zijn eerst naar de fabriek gegaan, waar je echt letterlijk kan zien hoe die flesjes eigenlijk daar rondgaan. En ze hebben uitgelegd hoe een flesje gemaakt wordt. Het is eigenlijk maar een heel dun plastic buisje dat ze groter maken met hitte. En daarna zijn we naar de veen gegaan. Dat is namelijk het gebied waar de bronnen zitten van het water, als ik het goed zeg. En daar hebben we rondgelopen en een grote toren beklommen. Je hebt echt zo'n mooi uitzicht daar. Het is echt jammer dat het een beetje grijs weer is. Fun fact, het regent hier in Spa. Het is ook in België. Het regent 2 keer zoveel als aan de Belgische kust. Dus moet je nagaan. Dus het is weer heel goed voor het water en de natuur. En ze hebben uitgelegd hoe ze eigenlijk de natuur hier beschermen. Er is hier geen landbouw. De natuur is echt natuur, dus niks aangelegd of wat dan ook. Het is echt super mooi, dus dat hebben we ook gedaan. En daarna zijn we naar een soort van klein restaurantje en een bron gegaan. Want vroeger dronken ze dus voor hun gezondheid water met ijzer erin. En dat mochten ze even proeven.
En Jacqueline van het PR-bureau die zei dat het echt wel lekker was. Ik vond het niet heel lekker, wat je ook aan de beelden kan zien. Ja, het is eigenlijk een beetje alsof je je lippen hebt gebeten en dat je dan bloed proeft. Maar het was wel leuk om mee te maken. Het schijnt dus heel goed te zijn, ook als je bijvoorbeeld ijstekort hebt. Dus dat dronken ze vroeger heel veel, maar tegenwoordig filters genies smaakt eruit. Waardoor we nu dus gewoon normaal water hebben. Nu gaan we met de meiden die zin hebben, gaan naar de spa toe. Ik weet dat Tara en Kaylee in ieder geval gaan, dus daar ga ik zo mee naar beneden. En ik mag daar niet filmen, dus ik gewoon mijn telefoon hier laat. En daarna ga ik me even klaarmaken voor het diner. Even nadenken wat ik precies aan wil en of ik hak aan ga doen of gewoon mijn fans. Maar volgens mij is het wel chic, dus misschien is het fans niet helemaal chill. Maar we moeten wel lopen en de straat hier zijn een beetje, niet zoals in Parijs, maar niet echt dat je heel lekker kan lopen. Dus ja, dat ga ik doen en ik heb een badpak aan. Wacht, laat hem even zien. Dan ga ik best wel weird om een badpak te laten zien. Maar ik heb wel het Anna Nushin badpak van Hunke Müller. Dus ja, ik ga nu naar de spa toe. Oké, ik ben klaar voor vanavond. Ik heb geen spiegel waarin je de hele outfit ziet, maar ik heb dus een transparant topje aan. Deze wijde broek. Goedemorgen! Oké, dat zeg ik heel vrolijk, maar ik ben echt zo moe. We hadden gisteren die mede, duurde 3 uur. En op een gegeven moment was ik echt wel kapot, omdat iedereen natuurlijk ook vroeg is opgestaan. Nee, ik hoop gewoon dat het droog blijft, dat we lekker weer naar buiten kunnen. Volgens mij gaan we naar hetzelfde gebied waar we gisteren waren, de Venen. Ik doe mijn regelaars straks weer aan en daarna gaan we weer naar huis toe. Het is echt zo snel gegaan. Maar ik moet zeggen dat ze ook zo'n leuke groep hebben uitgenodigd. Dus dat diner van gisteravond duurde dan 3 uur. Maar ja, het was wel echt heel gezellig. Dit is Kaylee en zo de video. We zijn weer terug in het natuurgebied en we krijgen eerst een presentatie of een workshop fotografie. En daarna gaan we naar buiten om foto's te maken. En dat is Eva. Wacht, ja. Ik ben echt zo benieuwd naar deze BH. Dit is de Vava Vumbra Push It van Magic Body Fashion. En er was een eventje, alleen kon ik daar niet bij zijn. Dus ze hebben het pakketje naar mij toegestuurd. En ik ben echt zo benieuwd naar deze BH. Hoe dit gaat en hoe dit in zijn werking gaat. Before. Oh, ze kijkt ook wel heel zielig. Maar het pusht zeg maar alles samen. Ik ben benieuwd. Oh, je kunt het ook wassen. Clean with water and some soap. Een pakketje gekregen en daar staat op miauw, miauw, miauw. Ik ben echt benieuwd wat het is. Emma kan niet meer lachen, want ze heeft buikspieren. Ja, oh, ik heb zoveel buikspierpijn. Oh, maar dit is wel leuk. Nee, klaar. Dit is jouw drank. Roet. Red. Chickpea lentil. Kijk crackers. Deze. Cashew drink, brown rice drink. Oh, dat is wel lekker. Wat is nog meer? Boekwijd black bean. En granola coca chia. En we gaan het nu proberen met de boekwijd en black bean maar cracker. Ik wil niet eten op beeld. Cheers. Ik proef gewoon als een rijstwafel. Moet wel wat op. Nee. Nee? Hey allemaal, dit was weer de weekvlog van deze week. Duimpjes omhoog als je hem leuk vindt. En vergeet je ook niet te abonneren. Want elke woensdag en zondag om 4 uur staat er weer een gloednieuwe video voor je klaar.